Tijdens de pauze vorig jaar in de bouw van het Groninger Forum bedenken opdrachtgever gemeente Groningen en aannemer BAM een aardbevingsveilige constructie voor het gebouw. Daarnaast grijpen ze de onderbreking ook aan om de organisatie van het project te optimaliseren. Bij BAM en bij de gemeente komen nieuwe mensen die het project gaan leiden en een aantal bestaande functies verandert. Zoals de functie van Martijn van der Velde. Martijn is al vanaf 2012 betrokken bij de bouw van het Forum. Hij is door de gemeente ingehuurd vanuit het bedrijf ABT als directievoerder. In die functie was hij eerste aanspreekpunt voor de aannemer, maar sinds de bouwpauze heeft hij een nieuwe rol als kwaliteitsmanager. Mijn rol als kwaliteitsmanager in de nieuwe samenwerkingsvorm met de aannemer houden wij eigenlijk audits op de uitvoering. En audits houdt eigenlijk in dat we de aannemer toetsen of de aannemer zijn rol qua kwaliteitsborging invult en of die ook hetgeen levert wat we van tevoren met elkaar hebben afgesproken. Bijvoorbeeld een bepaalde betonkwaliteit voor de kernen. Die zijn nu in uitvoering en als het ware heeft de aannemer een aantoonplicht dat hij die betonkernen ook volgens de betonkwaliteit maakt. En hoe doet hij dat dan? Dat doet de aannemer omdat hij vooraf een goed werkplan maakt en een keuringsplan en een registratieplan. Nou, die drie onderdelen die vormen de totale kwaliteitsborging. Er wordt dus van tevoren goed nagedacht van welke kwaliteitseisen zijn er voor het werk? Hoe gaan we dat in de uitvoering gaan we dat zelf toetsen en hoe gaan we dat ook vastleggen? Zodat als wij een audit gaan uitvoeren ook overlegbaar is dat die kwaliteitseisen gehaald worden als het ware. Oké, dus jij kijkt daar naar de papieren en je kijkt op de bouw. Ja, dat is eigenlijk ook het verschil tussen proces en product. Proces wil zeggen, hoe ziet het werkplan eruit? Hoe ziet het keuringsplan eruit? Fysiek echt het product, bijvoorbeeld wapening controleren, dat doen wij niet. Wij kijken wel, tijdens de stort, hoe worden de afspraken gevolgd die de aannemer zelf in zijn keuringsplan geformuleerd heeft voor zichzelf. In deze nieuwe manier van werken is de aannemer dus zelf verantwoordelijk voor de keuring van zijn werk. De opdrachtgever loopt niet meer op elk moment op de bouw te controleren, maar zal, zoals hier, op afspraak met de kwaliteitsmanager van BAM een rondje over de bouwplaats maken. Daar is echt wel een omslag is er geweest en we zitten nog steeds in die omslagsfase, hè, het veranderproces. Maar ja, we merken echt dat er veel meer openheid is naar elkaar, veel meer eerlijkheid naar elkaar. En ook de bewustwording dat als iemand kritiek heeft of feedback geeft, laat ik het goed noemen, dat het altijd opbouwend is om elkaar te helpen om beter te worden. We zitten echt in een leerproces met elkaar. En ik merk dat die mindset, om in een mooi woord, die zit er absoluut in het team. Dat is echt ten opzichte van het vorige projectorganisatie, is daar echt absoluut een omslag. En hoe vind je het? Dat is wennen. Daar laat ik dat meteen zeggen.
Omdat we dat eigenlijk niet gewend zijn. We zijn, ja, bouw is toch over het algemeen een harde cultuur. En je ziet dat we daar echt in een veranderd traject zijn. Dat met name de zachte skills belangrijk worden. In elkaar aanspreken en elkaar ook accepteren als je feedback krijgt. En dat is heel erg leuk om dat te leren. En dat werkt goed. Je ziet daar de vruchten wel van geplukt worden. Is dat we elkaar steeds versterken en het balletje daarin ook harder doen laten rollen. Om daar gewoon met z'n allen een kwaliteitsslag in te maken. In de bouwwereld wordt deze werkwijze steeds vaker toegepast. Je merkt daar toch wel een trendverandering. Het veel meer elkaar samen opzoeken. Het voordeel van met elkaar samenwerken wordt nu ook echt ingezien. En ik krijg ook de terugkoppeling van andere collega's dat ze dat ook op andere projecten inderdaad zien. Dat met name het samenwerken, dat werkt, dat het loont ook. Het product, het Groningen Forum, het gebouw aan zich, wordt kwalitatief niet minder of beter. Simpelweg, we hebben een contract en daarin staan de kwaliteitseisen, die blijven hetzelfde. Dus het product zelf wordt niet beter, maar de samenwerkingsvorm en de weg ernaartoe, ja, dat maakt het leven wel een stuk plezieriger, ja, absoluut. En dat mag ook wel, want Martijn zit inmiddels al 4 jaar op het directiekantoor. Elke dag is hij vroeg aanwezig, terwijl hij in Amsterdam woont. Hoe doe je dat dan, al jarenlang? Toch heen en weer rijden. Elke dag heen en weer. S'ochtends vroeg deze kant op en dan eind van de dag weer terug. Hoe laat kom je dan? Ik zorg dat ik hier meestal 6:30, 6:45 wel aanwezig ben. Dus dat betekent vroeg weg. Dat klopt. Ja. Heb je een gezin? Ik heb een hele lieve vriendin. Dat klopt. Dat klopt. Die zie je nog wel eens? Ja, die zie ik ook nog wel eens. Okay. En niet alleen in de weekenden. Deze scholieren dwalen voor de laatste keer rond tussen de boeken aan de Van Idekingenweg in de Weijert. Na 31 jaar is de bibliotheek in de Weijert gesloten, om deze week te verhuizen naar een nieuwe tijdelijke locatie. Op de plek van deze bieb komt een multifunctioneel activiteitencentrum. Het bibliotheekgebouw en het daarachter liggende voormalig schoolgebouwtje worden gesloopt. Als het activiteitencentrum in het voorjaar van 2018 klaar is, komt de bibliotheek hier ook in. Tot die tijd kunnen de klanten 650 meter verderop in dit kantoorgebouw aan de Van Kettwig-Verschuurlaan terecht voor hun boeken. Dit tijdelijke onderkomen opent op maandag 27 juni. In de Groningen Forumbibliotheek aan de Oude Ebbingenstraat kun je aankomende zaterdag levende boeken lenen in de Human Library. Niet om letterlijk te lezen, maar om mee in gesprek te gaan. La, 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 la. We doen dit om vooroordelen te ontbreken en weg te nemen en daardoor discriminatie niet te laten gebeuren. En hoe gaat dat gebeuren dan? Dat gaat gebeuren in vorm van gesprekken. Je kunt dus met een boek in gesprek gaan en je kunt vragen stellen, maar je boek mag ook vragen stellen. Dus door een één-op-één gesprek leer je dan meer over de persoon en hopelijk ook dat de vooroordelen niet altijd waar zijn. Hoe gaat zo'n gesprek? Nou, in het begin is het wel even een beetje wennen, want het zijn natuurlijk heel sensitieve gesprekken. Want die boeken vertellen belangrijke dingen uit hun leven. En het hangt een beetje van jezelf af hoe het gesprek dan loopt. Want
ja, je moet zelf bepalen hoe diep je wilt gaan met de vragen. En ja, de gesprekken zijn heel erg verschillend. Verschilt van persoon naar persoon. In your eyes, my heart is dancing. In your eyes, my soul is dancing with your heart. My eyes are dancing with your soul. My eyes are dancing. Wat voor boeken kunnen we lenen? Dat mag ik nog niet vertellen, dat is een verrassing. Maar ik kan in ieder geval vertellen dat het heel divers is. En dat we van heel veel verschillende groepen boeken hebben. En dat het heel erg interessant wordt en de boeken er heel veel zin in hebben. Puy d'amour, puy d'amour, puy d'amour, puy d'amour.